Aslep zit hier en in deze aflevering zijn we op Assen voor de KNV voorjaarstraining voor de racelicentiehouders. Ik heb dus ondertussen mijn racelicentie gehaald en ik ga een aantal races rijden. Ik ga meerijden in het Belgium Super Twin kampioenschap. Met deze Suzuki SV650 die ik van Zuurbiermotoren gehuurd heb. Ik ga alle video's of alle races natuurlijk wel vloggen, maar in deze video voornamelijk even de eerste voorbereidingen. Dit is mijn training, moet wennen aan de motor. En dat is voor mij eigenlijk ook het allerbelangrijkste. Gewoon kijken hoe het gaat en wennen. En dan mogen we in een sessie of vijf doen. En gaan we gewoon lekker een beetje kijken hoe het gaat. Wat wel leuk is dat ik rijd tussen heel veel Supersport 300 jongens. Scott Rowe rijdt hier, Victor Steenman en ja, nog een aantal namen die ik nu alweer vergeten ben. Maar het zijn nieuwe jongens die op hele hoge... heel hoog in het kampioenschap rijden, zeg maar. En ja, dat kan ik ook niet echt bijhouden. Dus voor mij is het meer zaak om een beetje uit de weg te blijven. En lekker even kijken. Dus we gaan het zien. Zo, dus de eerste sessie heb ik nog niet gefilmd. Ik denk eerst even een beetje aan die motor wennen en vooral ook al die mensen om me heen kijken hoe het gaat. Want ja, wat ik zeg, ik voel me niet helemaal op mijn plek met een 70 pk motor, 200 kilo tussen al die supersportjongens die super snel kunnen. Maar ja, op zich wel lekker, lekker rustig aan gaan. Dat is helemaal niet waar. Eigenlijk gewoon geprobeerd om hard te rijden en daardoor juist heel hakkerig en iemand in de weg proberen te rijden en uiteindelijk gewoon één groot zootje. Maar dus dat was de eerste sessie. Toen daarna de tweede sessie gereden en toen wel gefilmd. Het is voor mij nog heel erg wennen aan,
aan de motor, maar ik kan wel wat meer mijn rust vinden. Dus ik ben wat meer even aan het kijken van hé, wat doe ik in welke bocht, hoe ga ik hem aanvallen. En ik heb wel gemerkt dat die jongens die om ons heen rijden, die rijden zo verschrikkelijk snel. Dat ik kan toch niet op ze letten. Ik kan best gewoon mijn eigen lijnen houden en dan komt het wel goed. Dus ja, het is wel een hele leuke motor. Ook al na de eerste sessie voelde ik me er wel heel comfortabel bij. Dus knieën aan de grond en het voelt gewoon goed. En nu wil ik eigenlijk gewoon nog een paar lekkere drie sessies gewoon rustig aan die motor wennen. De baan maakt niet zo heel veel uit. Uiteindelijk wel benieuwd hoe hard ik ermee kan, maar ik wil gewoon lekker rustig aan. Ja, we gaan het zien. Buiten dat ik zelf mag rijden is het sowieso toch ook wel een hele leuke dag. Omdat er zoveel bekende mensen hier rondrijden en rondlopen. En ja, zeker ook het geweld op de baan was. Gewoon, ja, de KTM 390 die gewoon met een snelheidsverschil alsof je tegen een 1000 rijdt, zeg maar. Dat is niet normaal. Maar dat is wel heel erg leuk. Dus qua ervaring is het gewoon al super om hier te rijden. Nog lekker nog 3 sessietjes doen. En dan tussendoor zal ik jullie een beetje meer vertellen over die motor, over de klasse en over de races die we gaan doen.
Zo, dus de derde sessie zit er ook op. Ondertussen rijd ik nu een 2-0-2. Het schijnt best wel netjes te zijn. Ik ben gewoon lekker aan het wennen, lekker aan het rijden. Ik let er zelf ook niet te veel op, maar hè, om dat in verhouding te zetten. Ik reed met de Kawasaki ZX-10R op slicks rond de 2 minuten ook. 2-0-1 dan toe volgens mij. Dus daar komen we nu al heel hard in de buurt, dus dat is wel heel erg gaaf. Nou ja, verder heb ik net ook even de ledenlijst erbij gepakt met de mensen waar ik dus tussen rij. En een paar namen die ik daarvan ken. Even kijken hoor, het lijstje. Het zijn Robert Schotman, Scott de Roo, Victor Steenman. Die rijdt in een andere klasse. Dus dat zijn op zich wel aardige namen om tussen te rijden. En als die langskomen, dan is het ook echt wel serieus een andere snelheid dan dat ik kan rijden. Maar het is ook wel leuk om tussen die mensen te mogen rijden. Dus dat maakt zo'n dag wel leuk. Dus we hebben nu nog twee sessies te gaan. Het wordt steeds ietsjes warmer, iets meer zon. Dus dat is fijn. Ik ga gewoon proberen nog iets comfortabeler op die motor te worden. Nog een klein beetje kijken van hoe ik bepaalde bochten aansnijd. En dan gaan we wel lekker dagje van maken, denk ik zo. Het gaat ook met een goed gevoel richting Kroon. Ik denk dat wel een beetje het belangrijkste is. Het voelt goed, vertrouwd. Dus nu even kijken wat we nog meer kunnen doen.
toch nog een beetje een zonnetje gekregen zoals jullie zien. Mijn laatste sessie zit erop. Sessie 4 en 5 heb ik gereden. Sessie 4 die ging erg goed. Het zou me verbazen als ik niet onder de 2 minuten gekomen ben, maar dat weet ik op dit moment niet. Het is wel super gaaf dat je met zo'n lichte motor in dezelfde tijden komt als wat ik met een 16R kan rijden op sliks. Dat is namelijk sliks, maar... Het is wel een hele gave ervaring geweest en het geeft ook wel echt wel goed veel vertrouwen voor de komende races die ik moet gaan rijden. Ik zeg voor mij het weekend van 15 april zijn we naar de Praag. En dan het weekend van 30 april zo ongeveer zijn we op Hengelo. En beide keren rijd ik met de Belgian Twin Trophy mee. Dus ja, heerlijke dagje gehad. Toch nog een beetje zon. Ik ben er wel wat blij mee. Maar wel even benieuwd naar was of jullie misschien wat meer willen weten over de motor, over zo'n Super Twin, wat voor regels die aan moet voldoen, hoe zo'n klasse is. En of dat jullie misschien ook iets meer willen weten over bijvoorbeeld hoe je recensie krijgt. Zoals je ziet is mij gelukt, maar het is niet super makkelijk. Dus dan kan ik daar extra video's over maken, maar dan moeten jullie maar even laten weten dat er een beetje interesse in is. Voor nu is het lekker inpakken richting huis en dan op naar het volgende weekend. Super veel zin in. Ik wil KNV en het Tribune natuurlijk bedanken. Kunnen rijden met een aantal wereldkampioenen die storing hebben gedaan. Ik merkte ook wel dat hoe verder de sessies kwamen, dat steeds minder mensen me ingingen halen. Dus dat ik bijna op hun niveau zit. Dus, ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende.